Zo verstond hij in de eregalerie van de burgemeesters in de gemeente Nut. En hoe we hier vandaag naartoe gaan, dat is nou waarnemend burgemeester mevrouw De Loo, geboren in Gelijn. Lange tijd in Gennep actief geweest. En is nu, nadat ze gepensioneerd is, gevraagd om in Nut even uit te helpen. En daar heeft ze gehoor aan gegeven. Dus we gaan eens kijken wie mevrouw De Loo kijkt tegen het burgemeesterschap in Nut. De eerste vraag die ik aan u zou willen stellen is, wat heeft u getrokken aan een burgemeestersambt? Het voornaamste wat mij daarin getrokken heeft is dat ik als een soort van voortrekker samen met mensen wat kan doen voor mensen. En voor mensen betekent dus eigenlijk ook voor de samenleving, in dit geval de gemeente Nut. Dat is voor mij een enorme drive om met mensen, voor mensen te werken. U woont in Gennep? Ja. En u reist dus nu nog elke dag van Gennep naar Nut? Bijna elke dag. Als ik vergaderingen 's avonds heb, dan doe ik dat niet. Dan ga ik overnachten. Maar bijna elke dag rijd ik op en neer. En dat is een uur en een kwartier heen en een uur en een kwartier terug. U was met pensioen en toch bent u weer aan een klus in Nut begonnen. Wat heeft u daar zo gekriebeld dat u daar toch aan begonnen bent? Ja, dat is een hele goede vraag. Uiteindelijk, ik was 65 en je moet toch ergens een punt achterzetten. En ik had altijd een druk leven. Dus ik heb me wel afgevraagd, wat gaat dat worden, Marlies, als jij dadelijk thuis bent? Maar dat is me heel erg meegevallen, want het was in de zomer. En ik had vakantie. Maar niettemin heeft de gouverneur mij gevraagd of ik wilde waarnemen. En ik moet u wel zeggen, eenmaal daaraan begonnen, zie je dat je een schat aan ervaring hebt. En dat heeft toch weer toegevoegde waarde, ook hier in huis. Dus het is het ook weer heel leuk om dat te doen. Ik heb ook gelezen, u heeft in Gennep en ook in uw hele ambt al heel wat nevenfuncties vervuld. En is er eentje die me daar bijzonder opviel? U zei het net, sociaal heeft u heel veel gedaan. Maar u heeft ook heel veel met de natuur opgehaald. Als u dan hier in dit verhaal binnen Nut gaat kijken, wat denkt u hier binnen Nut? Ja. Daarop voor te kunnen betekenen als je kijkt dat we toch hier in een hele landelijke omgeving zitten. Ja, ik moet me natuurlijk niet aanmeten dat ik in een half jaar heel veel kan doen. Maar vanuit mijn functie bij het Limburgs Landschap, want daar duidt u op, hè, dat ik daar in een raad van toezicht heb gezeten. Heb je natuurlijk wel geleerd een bepaalde kijk te hebben op natuur. En als ik naar Nut kijk, dan zie ik toch prachtig landschap. Met veel bermen, veel heggen, veel wandelpaden, heel veel potentie. Ook veel aandacht voor de natuur, zit ook geld in de begroting. Want ik denk ook als je naar de toekomst van Nut kijkt, dat in de alle ontwikkelingen, daar komen we misschien straks nog op, die er gaande zijn in gemeenteland, in bestuurlijk land, dat een van de karakteristieke eigenschappen van Nut juist dat landschap is. En dat je dus op een beperkte schaal, maar wel op een bepaalde schaal, recreatie en toerisme tot die taken moet rekenen die tot de belangrijke eigenschappen van je gemeente behoren. Wat ik wel zie, als ik vanuit mezelf kijk, dan valt me op dat je er heel mooi kunt wonen. Dat de natuur mooi is. En dat er wel enorm veel in beweging is. En dan heb ik het met name over de positionering van Nut in het bestuurlijke landschap. En daarin gaat Nut voor heel moeilijke keuzes te komen staan. Dus het is belangrijk dat we, en dat heb ik nou ook in het presidium afgesproken, dat we ook gaan nadenken over, weliswaar nog met de benen op tafel, want er komt per 1 juli een nieuwe burgemeester en die moet dat gaan doen. Dat we eens gaan nadenken over de toekomst van Nut en de positionering van Nut. Want als je daar zelf geen keuzes over maakt, dan maken anderen ze voor jou. En dat moeten we niet hebben. Ik zeg vaak tegen politieke mensen, een belangrijke functie die je hebt, maar realiseer je wel, je kunt niet altijd ja zeggen. En de grote kunst is om te kiezen en ook als je een keer nee moet zeggen, heel gefundeerd daarover nagedacht te hebben en ook gefundeerd nee moeten kunnen zeggen. Dat is ook om de burgers eerlijk te benaderen nodig. Dus dat zijn van die afwegingen die ik graag soms meegeef. U weet dat net de lokale omroep heeft, van tafel zitten we vandaag hier. Ja. Hoe kijkt u tegen een lokale omroep aan?
Ik ben een groot voorstander van lokale omroep. En ik heb veel respect. En dat is niet omdat ik nu tegenover u zit, maar ik heb er ervaring mee. Veel respect voor de mensen die daar energie en tijd in willen steken, want het is en blijft vrijwilligerswerk. Maar waarom ben ik daar een grote voorstander van? Omdat het een middel is, lokale omroep, om aan burgers te laten zien wat er allemaal gebeurt in de gemeenschap. Dat leidt tot binding, dat leidt tot herkenning onder elkaar. En ik weet ook zeker dat burgers daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Dus dat is een mooie rol die de lokale omroep kan spelen. Het brengt datgene wat in de gemeenschap gebeurt onder de aandacht. En dat is zo'n veelheid van dingen. Of het een lintje is, of er gebeurt iets op een sportveld, of de carnaval. Of u kunt het lief en leed, noem het maar op. Dat is iets wat je aan de inwoners kunt meegeven. En dat is dus een middel om de leefbaarheid te versterken. Ja, ik kan me voorstellen dat u in een half jaar ook geen grote verbouwing in de Nut gaat maken. Maar als u dan gaat kijken waarvan u zoiets zou hebben, wat zou u zelf, als u nu zelf eens even kijkt in die korte periode, wat zou u zelf zeggen, daar zou ik nu wel de eerste aandacht aan gaan schenken? Ja, u moet weten, ik ben burgemeester en ik ben dus niet overal al geweest, hè? Mm-hmm. Wel bestuurlijk bezig geweest. Dus het zal een antwoord zijn wat een redelijk bestuurlijk antwoord is. En of burgers daar precies op zitten te wachten, dat weet ik niet. Maar anders moet ik hier langer zijn. Ik kan wel iets, laat ik toch eerst dit zeggen. Ik heb het gevoel gekregen toen ik hier kwam dat ik welkom was. Ik ga natuurlijk ook naar mensen toe als het is met een 50 of 60-jarige bruiloft of ik spreek met verenigingen. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Geleen, dus ik ken wel iets van dat zuidelijke. En dat is op zich heel, heel warm wat er gebeurt. Dus, en dat geeft mij ook energie om dingen te doen. Maar daarin ben ik voornamelijk nog bestuurlijk bezig geweest. En als u me dan vraagt naar wat had je gedacht, want je gaat de hele zaak niet verbouwen, daar hebt u gelijk in. Dan zie ik intern, hier in huis, hebben we net een reorganisatie achter de rug. Reorganisatie heeft veel impact op mensen die er werken. En we hebben dus nog nodig dat we die goed evalueren, kijken wat er leeft nu en die verder in de stijgers zetten, opdat we, want dat is het belangrijkste, het publiek, hè, dat noemen we ook publieke dienstverlening, zo goed mogelijk tot zijn recht kunnen laten komen. En dat is, hoe kunnen wij de burgers zo goed mogelijk bedienen? Dat vraagt nog de nodige stroomleiding en dat is een van de dingen waar ik in een half jaar wel iets aan kan toevoegen. En het tweede waar ik me inmiddels mijn mind over heb opgemaakt, daar heb ik zojuist al iets over gezegd. Dat is, we moeten toch alvast eens raad, college, MT met de benen op tafel gaan nadenken. Is voor de politiek ook goed naar de verkiezingen toe. Wat voor plek, positie willen wij Nut geven, strategisch, ook in het ommeland. Waar kiezen we zelf voor? En dat heb ik met het presidium besproken, zoals ik u al zei. En dat gaan wij in mei ook doen. Ik heb nog één dwingende vraag, wil ik niet zeggen, maar toch iets wat me nog op het hart ligt. Als ik kijk wat hier rond Parkstad, rond Nut aan het gebeuren is, dat is onze buitenring, onze turbo-rotonde. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik zei, ik ben kort, maar ik heb me over de buitenring wel laten informeren. Hoe kijk ik daar tegenaan? Kijk, daar zitten positieve en daar zitten negatieve kanten aan. Het positieve is dat de buitenring er zorgt voor een grotere ontsluiting van het gebied. En dan zie ik het gebied dus groter dan Nut. Hè? En dan is zoiets altijd ook een middel wat bedrijvigheid aantrekt, wat mensen aantrekt. Waardoor je misschien weer kunt gaan wonen. Dat zou voor Nut weer heel, heel aardig zijn. Waardoor je kunt afslaan en recreëren, meer dan eerder. Dus dat is een positieve kant. Negatieve kant is dat het ook een inbreuk is op het landschap. Maar ik moet wel zeggen dat de gemeente Nut, politiek en bestuurlijk, daar heel erg zijn best voor heeft gedaan om dat zo goed mogelijk ingebed te krijgen.
Want kijk, als je kijkt naar vaasschade en welke impact heeft het, dan gaat het verdiept worden bijvoorbeeld. Er is veel teruggekomen voor compensatie groene natuur, ook soms een voetbalveld of noem maar op, maar dat vind ik nog maar een afgeleide. De gemeente Nut heeft goed op zijn tellen gepast, dat moet ik wel zeggen. Dus je kunt het als kleine gemeente voor of tegen zijn, in die grote massa heb je daar niets aan. Dus is het goed om naar de positieve kanten te kijken en de negatieve zijn goed gecompenseerd. Als je nou zegt, wat zou je nou nog mee willen geven, maar dat zei u niet, maar daar voel ik me dan op aangesproken, dan zeg ik, via zo'n lokale omroep kan de politiek zich natuurlijk manifesteren en ook laten zien, en ook het bestuur, wat er allemaal wel gebeurt en niet wat er niet gebeurt. Hè. Dus dat is ook alles mooi om daar gebruik van te maken. En B, het zou mijn lief ding zijn als mensen begrijpen dat besturen is kiezen. En kiezen voor het een is soms nadelig voor het ander. En het gaat erom dat je de rechtvaardigheid in het oog houdt, maar dat je wel durft te kiezen. En dat mensen zelf daar ook een goede bijdrage aan kunnen leveren. Dus niet alleen zich moeten afzetten, maar ook het grotere geheel zien dat het voor het algemeen belang is. En dat we daar mensen bij nodig hebben. En ja, daar zou ik eigenlijk wel ook dit interview voor willen gebruiken. Dat ik zeg, hoe meer wij samen kunnen, hoe sterker we zijn.